bank kijkt uit over het grasveld. En opa strompelt er naartoe. Buiten adem ploft hij op de zitting. Hij heeft nog niets gedaan, maar is al moe. Hij kwam vertellen dat die stuurman op een schip was. En alle kinderen mochten gratis mee. Dan voelde hij het roer weer in zijn handen. Op de bank die brug was en het gas heen. Ze blijven rustig wachten. Dat zegt hij altijd voor een fijn verhaal. In een kring zitten ze rond zijn voeten. Hij kijkt naar de gezichten, herkent ze allemaal. Maar ditmaal schiet hem niets te binnen. Hij is vergeten. Kijkt uit over het grasveld. Nu begrijpt hij wat de bootsman had bedoeld. Toen hij zei: een stuurman moet het schip verlaten. Als hij geen roer meer in zijn handen voelt. Toen hij zei: een stuurman moet het schip